Uh, het is eigenlijk zo dat het Evangelie uh, waard is om uh, te laten klinken in de omgeving en ook hier uh, in de stad horen. Gelukkig gebeurt het al, maar het mag meer gebeuren. Dus uh, vandaar dat we als gemeente nagedacht hebben over een activiteit met kerst. En dat we gezegd hebben laten we een uh, hele ja, eenvoudige en laagdrempelige avond organiseren voor de stad. Uh, en mensen hier naartoe trekken om uh, het Evangelie uh, met hen te delen. We hebben hier uh, uh, op zondag twee diensten, uh, één in de ochtend en één uh, s avonds. En daar geven we bekendheid aan via onze website en proberen de mensen uit de stad naar uh, deze diensten uh, voor deze diensten uit te nodigen. Uh, daarnaast hebben we iedere woensdagavond een Bijbelstudieavond. Um, er wordt ook via de website bekendheid aangegeven, maar het is toch vaak van mond tot mond dat mensen ja, hiervan horen en naar onze Bijbelstudie toekomen. Daarnaast uh, ja, zoek je ook andere manieren om met uh, de stadsbevolking in contact te komen over het Evangelie. En uh, zo hebben we bijvoorbeeld in september een uh, tijdschrift verspreid in heel de stad: het tijdschrift uh, Allicht Horen, met een, uh, een Evangelieboodschap en ook wat andere. Uh, artikelen erin, die toch ook een uh, duidelijk uh, raakvlak hadden met uh, de mensen die hier in de stad horen. Nou, op zo'n uh, tijdschrift krijg je weer een aantal reacties. Uh, mensen vragen een gesprek aan, uh, vragen een Bijbel aan of lectuur aan. En je komt met ze in gesprek, je vertelt over de activiteiten hier. En mede door het tijdschrift zijn er ook weer verschillende mensen en naar de diensten op zondag gekomen, en ook wel naar de, naar de Bijbelstudie die we door de week houden. We hebben hier als gemeente ook contact met andere gemeentes en andere voorgangers. En één keer in de ja, zes weken kom ik ook samen met voorgangers. En dan hoor je bij de verschillende voorgangers echt een, een verlangen naar een herleven hier in Horen. Een geestelijk herleven. En er wordt ook om gebeden. En in januari, bijvoorbeeld, wordt hier ook de Gebedsweek gehouden in onze gemeente. En dan bidden we ook weer voor uh, dat opleven hier in de stad Hoorn. Want dat is toch wel een verlangen wat binnen de christenen hier vrij breed leeft. Dus uh, ja, daar zien we naar uit en daar hopen we op dat de Heer hier krachtig gaat werken en veel mensen in contact brengt met zijn woord. En dat zij ook gaan ja, vallen voor dat woord.